Denk ik echt. 3, 2, 1. Nou, het bakje zo weg. Ja, ik heb we gaan kleuren. Hier met kleuren. Trouwens, ja, de kleurplaat moet je laten zien wat we hebben. Dit is de kleurplaat die we eerst gaan maken. Met kerstman. Ho, ho, ho. En ik ga de maan goud doen. Leukste, meeste opgeven. Wat doe jij als eerst? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Kijk, hier gaat het doen. Ja. Ik ben nu al zo ver. Het is al een tijdje verder en we zijn nu, denk ik, 5 minuutjes bezig en we zijn zo ver. Ja, maar het was nog verder dan mij, of niet? Ik weet het niet. Ja. Je hebt al heel die maan gedaan, maar ik ga de maan niet doen. Waarom niet? Ik weet niet, ik heb geen kiel of zo. Je kan het toch gewoon met een kleur doen? Nee, de maan is meestal wit. Hoe maakt dat nou weer uit? Nee. Ik zie het uit in de lucht als wit, maar ik doe me geel. Klopt. Soms is het toch ook geel? Dan moet de maan ook wel geel zijn, hoor. Is dat trouwens een planeet? Een maan? Een planeet? Ja. De zon kan je niet eens komen. Dat is veel te warm. Er kan niemand komen. Ook niet als je in de ruimte bent. Je komt wel vlakbij de zon misschien, maar echt niet super. Ik denk wel, je moet minstens 20 kilometer ben je minstens vandaan. Oh echt? Ja, anders is het veel te warm. Maar op mijn verjaardag is het toch ook bloedjes heet? Ja. Maar daarvoor, dan ga je, dan was het net zo warm als vuur de zon. Dat is net zo warm als lava. De zon is lava. Dat is lava. Iets wat uit een vulkaan komt. Oh, dat je. Ik had het even vergeten hoor. Lieve zus van me. Ik heb geen rood, dus ik gebruik dit als rood. Waarom? Ja, ik heb geen rood. Oeh, dat zeg ik toch niet. Wist ik toch ook niet? Hoor je dat dan niet? Oh ja, man. Als jullie trouwens nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, moeten jullie dat zeker even doen. Dan missen jullie geen video meer. Abonneren! En dan is mijn eindregel.
soldaat. Die zien nog best veel wit, maar ik had geen andere. Ik had geen geel of zo voor de maan. Dus jammer dan. Maar hij is klaar. Dit is mijn eindgreetje op tafel. We zijn dus nu allebei klaar. We gaan door naar de 100. Zet in die reacties hieronder. Wie de mooiste kerstman getekend. En nu gaan we door naar ronde 2. Dus als we in onze handen klappen, ligt alles voor ons. 3, 2, 1. Wauw, het is alweer gelukt. Al de spulletjes. Nou, wij moeten nu zelf de kerstman gaan tekenen. Of de kerstboom. Ja, mag allebei. En ja, maar je kan ook weer een kerststukje maken. Dus we gaan weer beginnen. Ga maar rollen. Roos. Twee roos. Nog één. Rood. Jee, dit zijn mijn lievelingskleuren. Nu ga ik er één van deze. Van de bonus. Je had eerst groen vast, hè? Die wil ik echt niet. Nee, ik was er wel mee bij. 2, 3. Deze nog kleurtjes heb ik. Nu even deze. Oké. 3. Ik heb zilver. Daar kan ik de lijnen mee tekenen. Nou, dan gaan we beginnen. We gaan nu beginnen met kleuren. Ik ga mijn kleurplaat zo leggen om te kleuren. Gelukkig heb ik deze keer wel rood. Slingertjes erin. En planten. Dus hele grote planten. Wie heeft dat kerststukje gemaakt? Ik. Nou ja. En kijk, hier zit nog een kleine. Zullen jullie het zien? Een klein kerstmannetje. En daar nog appeltjes. En hier dat. En daar bloemetjes. Dat en dat. Inmiddels zijn we al klaar. Dit is mijn geworden, dus het is de kerstman. Die zegt, dit is een kerstboom, dit is een kerststukje. Dit is een ster, die zo in de lucht zweeft. En deze ook, en die ook. En dat heb ik dus gemaakt. En zet onder in de reacties welke je het mooiste vindt. Door naar de volgende ronde. Als we in een samen kloppen, dan is het er. 3, 2, 1. Zo, het is alweer goed. Mag ik beginnen met kloppen? Derde ronde en nu gaan we het verf doen. Ik ga beginnen met deze kom. Gaan we kloppen. Goud. Die wil ik eerst goed. Nu ga ik die. Rood. Nu gaan we die doen. Die is wel zwaar. Mogen jullie maar? Kom maar. Nee. Yes. Goed voor je kerstboom.
Nu Quinty. Oké, ik ga het snel. Oh, gelukkig. Nog een keer. Hoop niet dat hier dit weer. De groen is daar al op. Oh ja. Rood. Voor de ballen. En dan gaan we nu hier beginnen. Maar eerst, waar zijn de kwasten nou? Misschien moeten we eerst even opruimen. 3, 2, 1. Is dat weer alles? Oké, we kunnen gaan beginnen. Dit is Klaasje, dit is Marte volgens mij. En dit is Hanna? Yep. Maar ik weet sowieso als dit Klaasje is. Nee, deze twee weet ik. Dat is Hanna, dat is Marte. Oh ja. Nou, oké. Ik ben gaan beginnen met rood, want dat is mijn lievelingskleur. Ik ga beginnen met groen. Trouwens, hebben jullie bij jullie thuis ook kerstboom staan? Abonneer dan op. Abonneer op de kerstboom. Ja! Ondertussen heb ik de kerstboom op. De kerstboom af, maar de balletjes en de slinders en zo nog niet. Die ben ik nu nog aan het maken. Nu ga ik verder met rood. Eindelijk een ander kleurtje. Dit is ons eindresultaat geworden. Zet weer een keer onder in de reacties welke je het mooiste vindt. Ik heb een kerstboomhoofd. Ik heb een kerstboomhoofd. Dit was het dan. Hopelijk vonden jullie... Klik op het belletje. Tot de volgende keer. Hopelijk vonden jullie dit. Het is een leuke video.